De strijd tegen de geblokkeerde mobiliteit van de Vlamingen binnen België, die de Volksunie samenhield, die ruimde de baan voor de strijd tegen de blokkering door België van de Vlaamse sociale en economische expansie. En een groep mensen binnen de Volksunie besefte dat er een partij nodig was die zich daarop zou richten. En die groep mensen die verenigde zich rond een bijzonder moedige man. Dat was Geert Bourgeois. Dank u wel. En dat is een verdiend applaus, Geert. Want in uw herinnering zult jij nog wel weten wat ik ook heb gezien. Achteraf is alles gemakkelijk te verklaren. Maar op dat moment gaf niemand een cent voor die groep mensen en hun plannen. Hun plannen om een partij op te starten die de sociaal-economische agenda van de Vlamingen zou gaan verdedigen. En die de Vlamingen wilde overtuigen dat die agenda alleen kon verdedigd worden door de eigen Vlaamse democratie.